Alle scholen blijven gesloten, maar het onderwijsproces wordt digitaal voortgezet. Dit heeft minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur bevestigd op de Zoom-persconferentie. Vandaag nog worden er digitaal instructies opgestuurd naar leerkrachten en ouders. Dat het onderwijsproces gestopt zou zijn. Dat is dus niet zo. We blijven in contact met de scholen en de leerkrachten en de kinderen via werkpakketten. Dus het proces staat niet stil, maar de instructies die komen van het ministerie rechtstreeks naar de scholen. En ik wil de leerkrachten, de ouders en de leerlingen erop wijzen dat wij vanavond al rechtstreeks met hun in contact zullen zijn. Crèches en peuterscholen worden opengehouden, uiteraard met inachtneming van de COVID-19-protocollen. Volgens gezondheidsminister Ramadhin behoren de kinderopvanginstellingen nu tot een essentiële dienst. De overheidscrèches die kunnen we niet sluiten. Die moeten open blijven omdat de essentiële personen, maar ook anderen, hun kinderen een deugdelijke opvang nodig hebben. En de overheidscrèches hebben protocollen. Wij roepen dus de mensen op. Er zijn risico's, er zijn meer risico's voor besmetting nu in deze ronde van infecties. Dus iedereen die werkt in de overheidscrèches, houdt u rekening ermee dat er besmettingsrisico bestaat. Maar we zullen een beroep doen op de management van crèches om zoveel mogelijk de maatregelen na te leven, de protocollen na te leven. Particuliere crèches die ook, hebben ook een bepaalde rol. Het gaat niet om een sector die we willen bevoordelen, maar het gaat erom dat mensen hun kinderen tijdens hun afwezigheid ook op een deugdelijke wijze, op een verantwoorde wijze moeten worden opgevangen. Dus vooralsnog de crèches, kinderopvang, daar die kunnen open blijven onder strikte naleving van de protocollen.